Nou, Werfpop 35 jaar en ook een speciaal biertje. Jazeker, het speciaal bier dat is samen met Stadsbrouwhuis en de organisatie van Werfpop hebben we eerst een proeverij gehad van een aantal bieren om te kijken wat voor bier het leukste bier zou worden voor het festival. Daarvoor heb ik zelf twee verschillende bieren gemaakt en een andere brouwer van het Stadsbrouwhuis heeft ook twee verschillende bieren gemaakt. En die hebben we van tevoren geproefd bij het Stadsbrouwhuis met zo'n 30 verschillende horecaondernemers in Leiden. En daar kwam mijn recept als lekkerste uit, dus die zijn we uiteindelijk in het groot gaan brouwen. Withert. Ja, het Withert. Die naam is eigenlijk door de organisatie van Werfpop verzonnen. Ik heb het bier verzonnen, een wit bier. Dus toen kwam, omdat het logo van Werfpop is een wit hertje, kwam het al snel naar voren dat het een wit bier met de naam Withert zou moeten zijn. En wat is er bijzonder aan het bier? Nou, dit is een wit bier. Het is een hele kleine schaal gebrouwen. Uiteindelijk hebben we er 1500 liter van gemaakt. Dat klinkt heel veel. Maar voor een grootschalige brouwerij is dat gewoon echt heel weinig. Dus het is schaars. Het is uniek. En hoe heet dat? Het wit bier is wat met extra kruiden gebrouwen. Zoals veel wit bieren. Maar wat uniek aan dit bier is dat ik er wat bergamot thee in heb toegevoegd. Wat je kan proeven in de nasmaak van het bier. Dus het bier is echt een speciaal bier. Wat bitterder, wat heftiger, wat zoeter. Dus over het algemeen echt een craft bier. En is het dan na vandaag op? Waarschijnlijk wel. Het is hartstikke mooi weer. Er komen superveel mensen op af. Dus waarschijnlijk is het op. Misschien staat er nog wat in een van de 30 cafés die hebben bijgedragen door sponsoring hier zo bij het Werfpop. En waarschijnlijk is het daarna gewoon op. En geen Withert 2.0? Misschien Withert 2.0. Maar dat zou dan voor de 36e editie kunnen zijn. Maar dat is op aanvraag.